Gedoneerde middelen ten behoeve van de zorgsector worden niet doorverkocht, maar worden ter beschikking gesteld aan patiënten, liet minister Amara Madin van Volksgezondheid gisteren weten in de Nationale Assemblée. De minister reageerde op VHP-parlementariër Gayadin, die in een eerdere vergadering opmerkingen maakte alsof middelen die gedoneerd zijn aan het academisch ziekenhuis verkocht worden. Ramadin zegt dat er serieus naar zulke opmerkingen worden gekeken, gezien dit niet past binnen het beleid van donaties. Voorzitter, het ziekenhuis kent en registreert verschillende vormen van donaties, waaronder materiële donaties, dat zijn donaties van goederen, meestal medische verbruiksartikelen of diensten, investeringsdonaties in de vorm van apparatuur en infrastructuur, zoals bouwprojecten, maar ook financiële donaties op basis van de behoeften van het ziekenhuis betaalt de donateur vaak de leverancier rechtstreeks. Donaties worden ontvangen van individuen, bedrijven en internationale organisaties en conform bovengenoemde klassificatie verantwoord. Ik wil u een overzicht geven, omdat dit wel een serieuze zaak is als die opmerking gemaakt wordt. We hebben navraag gedaan en u kunt daar zien in dit overzicht alle ontvangen donaties vanaf 2019 tot 2023 in de categorieën donatieverbruiksartikelen, donaties in gebouwen, investeringen, overige activa, in geldmiddelen en in medicamenten, met name vanuit overheid. En u ziet daar de overzichten. Gedoneerde middelen worden niet verkocht aan patiënten. De bewindsman geeft verder aan dat gedoneerde middelen worden ingezet in de klinische zorg, waar diensten nog onder de kostprijs verleend worden. Aangezien zulke opmerkingen serieus worden genomen, roept de minister het lid Gayadin op om zijn bewijzen, indien hij over die beschikt, terstond ter beschikking te stellen aan de bevoegde autoriteiten voor verder onderzoek. Het is erg belangrijk, voorzitter, omdat er vertrouwensrelaties zijn ontstaan tussen donateurs en ziekenhuis. U ziet daar in bedragen dat het geen kleine bedragen zijn en dat het ziekenhuis wel degelijk ondersteund is geworden in de afgelopen periode. We moeten niet in een situatie belanden waar donateurs met gemengde gevoelens of met halsstarrigheid de ondersteuningen AZP eventueel zullen verbreken. Overigens, in het overzicht ziet u precies de donaties die het AZP heeft ontvangen. De bewindsman is gisteren ingegaan op diverse zorgpunten van DNA-leden aangaande de zorgsector.